Dus jullie staan de laatste Grand Prix. Ja, als u vanmorgen heel vroeg was opgestaan, om precies te zijn 4:30, dan had u kunnen kijken naar het voorprogramma en de race in Japan, de grote prijs Formule 1, de voorlaatste van het seizoen. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, dan kunt u nu nog gaan kijken naar twee onderwerpen eruit. Als eerste de trainingen. De trainingen zijn uiteraard weer gehouden op vrijdag en zaterdag en uiteraard wordt er ook altijd gekeken naar het volgende seizoen. Camera en microfoon waren weer ter hand van Olaf Mol. In plaats van handelingen, het prachtige circuit van Suzuka. Het heeft een totale lengte van 5,8 kilometer. En er is hier de afgelopen twee dagen op een verschrikkelijke manier getraind. Maar dat zal u spoedig duidelijk worden. Veel Japanners zijn er hier naartoe gekomen. Er zijn er maar liefst 5 miljoen die een aanvraag voor een kaartje gedaan hebben. Maar per wedstrijd mogen er maar 125.000 in. En die waren er dan ook allemaal. Want autosport is populair in Japan. Er moest heel veel geld neergeteld worden voor een kaartje. De paddockkaarten hier kosten maar liefst 5000 gulden als je dat terugrekent. En opvallend was de leeftijd. De gemiddelde leeftijd hier, als je naar de mensen kijkt, schat je dan rond de 23 jaar. Veel jonge mensen. En het is ook een beetje sociaal leven op en om de tribunes. En de Japanners zijn, zoals we dat weten, zeer gedisciplineerd. Als je niet voorbij de pylonen mag, dan doe je dat dus ook niet. Eerst even voor de trainingsbeelden, de nieuwtjes vanuit de pitstraat. Er waren veel nieuwe rijders. Dit is er een van, het is Toshio Suzuki. Hij is 38 jaar oud en heeft de plaats voor de laatste twee wedstrijden van het seizoen ingenomen van Philippe Alliot bij het team van Larousse. Dit is Eddie Irvine, die bij het team van Eddie Jordan rijdt. Irvine, een Ier in het eerste team van Eddie Jordan, die daar zelf heel blij mee was. Irvine rijdt het Japans Formule 3000 kampioenschap, kent de baan goed en zoals zou blijken ging hier een prima debuut maken. Opvallend was niet alleen de verschijning van Martin Brundle, want hij heeft een zwaar ongeval meegemaakt tijdens het test op het circuit van Magny-Cours, waarbij hij onder andere zijn neus brak. Maar opvallend was zeker de manier waarop zijn wagen beschilderd was. Sponsor wil voor de laatste twee wedstrijden nog even opvallen, maar één ding is zeker, kunstzinnig is het wel. De wagen van teamgenoot Brundle is gewoon normaal het Ligier blauw. Dit is Jean-Marc Gounon. Hij is nieuw bij het team van Minardi. Het is de tweede keer dat hij zich meldt in de Formule 1, want aan het begin van het jaar stond hij, net als Jan Lammers, in Zuid-Afrika om in te stappen bij het team van March. Christian Fittipaldi, die normaal gesproken de auto bestuurt, hoorde pas vlak voor de wedstrijd dat hij eruit moest. Teleurgesteld? Ja, een beetje, maar het team had big financial problems and the only solution was so I could give my place down to a driver that's bringing a lot of money to the team. So then we can finish the season. And eventually receive all the prize money from Focat in the beginning of next year, and see if the team can be a little bit better for the next year. Are you with Team Italia Minardi for next year then? At the moment my contract runs only until the end of the year. I'm looking to all of the other teams. I already tested after the race for. Exactly, and I think it's very unlikely I'll stay here. Een lachende Christian Fittipaldi, wiens naam in verband gebracht wordt met de stoel die nog vrij is bij het team van Marlboro McLaren. Eén ding is daar wel zeker en dat is dat ze volgend jaar gebruik maken van de Peugeot motoren. U heeft in de krant natuurlijk wel kunnen lezen, Jos Verstappen gaat testen met de McLaren. Maar toen we het Ron Dennis vroegen was hij zoals altijd zeer diplomatiek. En hij gaf ons het volgende antwoord toen we vroegen of hij hem ging contracteren. Look, I'm talking to a lot of young drivers, but I always do. It's part of my job, and it's going to be a long time, January or February, before we even think about who's going to drive the second car. And most likely, it's going to be someone who's had at least 1 year's experience in Formula One. That's the most likely. Have you heard about this guy? Of course, I know of him, and Stro had an initial discussion with him, and chances are that we will evaluate him along with other drivers with a view to him having a possible future involvement with the team. But it's extremely
early. Right now we're concentrating on winning the last two Grand Prix's. Niet echt helemaal nieuw, maar toch een verrassing hier in Suzuka is Pedro Lamy. Normaal gesproken zou Alessandro Zanardi weer rijden voor het team van Lotus. Hij ging er zwaar af tijdens de Grand Prix van Spa. We zochten Senna op, was hij eigenlijk tevreden. I'm very unhappy to be honest. I think the morning was a tremendous frustration when I had only one lap right away and there was a leak, oil leak, which prevent us from doing the proper work in the morning. And then only the last 3 minutes of the session I could go out again and, you know, without knowing where I was supposed to brake or turn in the car. But however, we try to put things right during lunchtime, think about and keep our control over the situation to do our best in the afternoon as a compromise. And when I went on my second set of tires, the engine was broken. On my out lap, the engine was blowing through a valve, through the air box. I could listen because we had a similar problem in Portugal in one of the sessions. But I had no alternative, so I tried to go anyway, and I did the whole lap that way. And we lost 10 kilometers on the straight alone. So you lose everywhere because there's a lot of full throttle here. So I'm very frustrated because not often you have an opportunity to do a good performance, I mean, extremely good performance in this season. And when you have it, things just don't work. So I feel very frustrated. Iemand die dat misschien ook wel is JJ Leto. Hij staat achtste, maar vandaag is hem de wacht aangezegd bij het team van Sauber. Zijn plaats daar wordt ingenomen door Heinz-Harald Frentzen. Toch blijft hij optimist. JJ, 8 after the first qualifying. Not really far away from the pole. It's just over a second. Yeah, that's nothing, you know. It's like, here we go. It's difficult. This circuit, I think that's very, very good for the active cars. And but anyway, I think that we have made a big improvement since the last couple of races, and also we tested after Estoril race, and we find some new setups for the car. And I was quite happy with the car. It's still difficult to drive, and it's jumping a lot all over the place, and you just have to go over the limits a little bit harder here. But I think that tomorrow the track will be quicker, and hopefully we can sort of keep the same positions than today. Yeah, I mean, I worked like hell from the beginning of the season. Now even Shandotti brought or helped to build up the structure in a different way and in the right way. So I think we are all working in the right direction and we're getting better. What will we see after the start tomorrow? Hmm? What's going to happen after the start? I hope after the start not going to happen a lot, but I hope in the end of the race happen some points. I mean, I don't... We are still not ready to be in a position to say tomorrow we can win the race. But we are ready now to be in points, in good points, and that's what I want tomorrow. All the best. Thank you. Thank you very much. Is this how qualifying should be? No. I should be first. It was a big fight, was it? I think it was, yes. It was a very big fight. And I enjoyed a lot, I have to admit. Hello, congratulations. Is this how qualifying should be? Yes, I think for the first time this season we had a very, very close fight. And it looks like everybody was very happy in the pit lane. It was very exciting, and also for us, I mean for me especially, I had fun. That's the first time I had fun this year. It's very important. It was very important. I mean, soon as you see some other competitors, I mean, you don't think too much about anything else than fighting, and when I've been on pole and then I've decided to do another lap, a quick lap, and I really had the pleasure to do that. So I really saw you smile when Gerard took the pole. Yes, because I knew that my 37.8 was not enough anyway. But when I saw the Ferrari the first time for such a long time, and I was sure that Senna and Häkkinen was pushing hard, and maybe Michael Schumacher, so I had to work, and that is good, and I'm quite pleased to be on pole today. Have a good race. Thank you very much. Bye. En Mika Häkkinen tenslotte oefende nog even de weg naar het podium. Dat was het verslag van de training, en voordat we naar de race gaan, hebt u nog een prijsvraag te goed.
Dat zal nog één keer voorkomen, want ik stel vandaag nog één vraag die we dan tijdens de volgende en laatste Grand Prix zullen beantwoorden. En dan is het afgelopen met de prijsvraag. Maar eerst nog eens eventjes kijken naar de prijsvraag van de vorige keer. Dat was tijdens de grote prijs van Estoril, 4 weken geleden. Was dit de vraag? Welke Nederlander was destijds betrokken bij de bouw van het circuit van Suzuka, dat achtvormige circuit? Wel, dan moet u wel een beetje inside informatie hebben van de Formule 1, want dat was de Nederlander John Hugenholz. En als je dat goed hebt, dan kon u dus meedingen naar de prijzen die wij hebben. En u weet het, de hoofdprijs is eruit, dat was die reis naar Estoril, maar we hebben nog zeker goede prijzen in huis. Wat dacht u van het Marlboro Jack dat u hier ziet? Daarvan worden er maar liefst 2 uitgereikt vandaag. En dan hebben we ook nog, het ligt hierboven al klaar, dit t-shirt van Jos Verstappen. Dat is tegenwoordig erg in trek, want het gaat erg goed met Jos Verstappen. Zeker nu hij waarschijnlijk naar de Formule 1 gaat. En omdat het zo in trek is, krijgen we erg veel reacties op dat shirt. En dan wil ik nog één keer het postbusnummer laten zien waar u dat shirt eventueel voor uzelf kunt bestellen, als u het bij ons mocht gewonnen hebben. Dit is het adres, dat zit aan de Stationsweg 51, 6065 EG in Montfoort. Met 1 O aan het eind, let u daarop. En mijn vraag daar bij de fanclub of u dan een postzegel wilt bijsluiten. Dat zijn de prijzen, dan moeten we eens even kijken waar ze naartoe zijn gegaan. Om te beginnen die 2 Marlboro Jacks, die gaan deze keer naar Eddy Meijer in Ouddorp en naar Dimitri van der Zijden in Roosendaal. En dan de 5 t-shirts, kijkt u even of uw naam daarbij staat, gaat ze niet allemaal oplezen. Hier staan de eerste 3 winnaars. En dat zijn de volgende 2. 5 t-shirts dus van Jos Verstappen. Dan de nieuwe vraag, die heeft te maken met de laatste Grand Prix van het seizoen. Die wordt, zoals u altijd weet, in Australië gereden. En dit is de vraag die wij erbij bedacht hebben. En ook daarvoor moet u een beetje kennis hebben van de Formule 1. Want ja, als u zo'n jack wilt winnen, dan moet dat ook. Het circuit van Adelaide kent een uniek record. Dat dateert uit 1991. Welk record is dat? U mag het in uw eigen woorden omschrijven. En dat moet u dan zetten op een briefkaartje en dat sturen naar het bekende adres RTL Autosport, postbus 15017 1200 TV in Hilversum. En dan de race, ik had het al even aangekondigd, het werd een zeer spannende race, zeker als u bedenkt dat op de eerste startrij naast elkaar staan Prost en Senna. En als u een beetje geschiedenis van de Formule 1 kent, dan weet u dat dat ook gevolgen had tijdens de races van 1990 en 1989. De vraag was of dat dit jaar weer zou gebeuren. We gaan kijken naar een samenvatting van de race met commentaar van Olaf Mol.